Kijk, als je de positie van de adviseur nu vergelijkt met die van 2020, dan weet je één ding heel erg zeker. Dat is dat de rol van internet en het via die kant informatie opvragen door de klant, de consument, steeds meer zal gaan plaatsvinden. Dat betekent dus dat als je gaat zoeken en je gaat kijken voor een bepaalde naam, bijvoorbeeld hypotheken of arbeidsongeschiktheid of noem maar wat dan ook, dan kom je heel gauw terecht op dit moment nog bij diegenen die producten ook zelf aanbieden, bij de aanbieders. En wij hebben vanuit Advis hebben we een lijn neergelegd waarin een nieuwe site is geopend, die heet FinFin, waarop alle onafhankelijke adviseurs in Nederland die bij ons aangesloten zijn, allemaal hun product kunnen aanbieden. Dus als je een bepaalde vraag hebt, dan kun je via internet bij een van die onafhankelijke kleine adviseurs terechtkomen die in de lokale situatie gewoon aanwezig zijn. En dat betekent dus dat we daarmee een geweldige kracht kunnen ontwikkelen om juist de consument datgene te geven wat hij graag wil hebben, onafhankelijk advies, direct heel dichtbij. Ja, kijk, het heet zo mooi, een begin van een broos herstel. Kijk, wat je ziet is dat die woningmarkt heeft jarenlang in feite op slot gezeten. Aan de ene kant mocht er niks aan de huren gebeuren, aan de andere kant mocht er niks aan de hypotheekrente gebeuren. Dit kabinet is nu begonnen met echt die zaken beide aan elkaar te koppelen en te zorgen dat er ook echt beweging in gaat komen. Je ziet nu dat niet iedereen zomaar weer in zijn woning kan blijven zitten, terwijl eigenlijk veel te weinig huur voor betaald wordt. Zijn huren worden langzaamaan opgetrokken en dan wordt het ook steeds aantrekkelijker om dan toch te gaan afwegen. Huur ik nou of ga ik kopen? Nou, dat begint nu gestalte te krijgen. En als je tegelijkertijd ziet dat de economie iets begint aan te trekken, dat de consumentenvertrouwen wat begint aan te trekken, de internationale handel wat begint aan te trekken, dan kun je rustig zeggen, denk ik, dat we langzaamaan nu de keer gaan maken zijn van onderuit het dal omhoog. De belangrijkste vraag waar we een antwoord moet geven, is een antwoord geven op de vraag van wat betekent nou eigenlijk de persoonlijke situatie waarin iemand zit. Wat voor een hypotheek of wat voor een arbeidsongeschiktheid of wat voor een ding dat dan ook het meest toepasselijk is voor die betreffende persoon, dat kleine bedrijf. Dat is heel erg belangrijk en dat komt omdat je ziet dat de overheid zich begint terug te trekken uit allerlei zekerstellingen. Of het nou de arbeidsongeschiktheid is of het pensioenen, overal zie je dat langzaamaan een paar stappen terug worden gegaan en mensen steeds meer dingen zelf moeten gaan doen. En daarbij is het heel belangrijk dat je de deskundigheid en de kennis van de onafhankelijke adviseur inhuurt, omdat die je het best op maat die informatie kan gaan geven. Dus daar gaat de komende periode, doordat de situatie verandert, je steeds meer dingen zelf moet doen, je steeds minder vaste banen zult krijgen, steeds meer wisselende banen zult krijgen. Dat betekent dat welke hypotheek, welke voorziening past nou het beste bij mij en wat kan ik nou het beste uiteindelijk gaan nemen. Er is absoluut een toekomst. En ik denk dat je zult zien dat er steeds meer specialisaties zullen gaan komen. Iemand die alles doet, zal niet meer erg waarschijnlijk zijn door de complexiteit. En mensen zullen ook, als ik een onafhankelijk advies wil hebben, ga ik natuurlijk steeds meer kijken wie is daar goed op gespecialiseerd. En ik denk dat die kleine onafhankelijke adviseurs in netwerken zullen gaan opereren. Zullen zeggen van nou, dat is degene bij wie je vooral moet zijn voor de arbeidsongeschikte, die vooral voor die hypotheken, die vooral voor schade. En dat betekent dus dat je op die manier in staat bent om dat onafhankelijk advies een hele zware positie te laten blijven behouden de komende jaren. En ik denk dat dat voor de consument, voor het vertrouwen in de financiële producten, een heel belangrijk iets is.